Ik ben Rachida Eschoet, directeur van Stichting Robin Hood. En daar maakt het kruidenhuis waar we nu zitten onderdeel van uit. Het concept van de stichting is leren, werken, meedoen. Dat is ons doel. En waar we op inzetten is mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Een plek krijgen waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Het liefst in combinatie met een opleiding. Zodat de kans van slagen dat ze doorstromen naar een betaalde baan gewoon groter wordt. We zijn een Eindhovense club. Robin Hood heeft 4 locaties. Het Kruidenhuis, In de Voortuin, Café Allee, De Etalage. En we cateren ook onder de naam Reizende Spijzen. Horeca is voor ons een middel, maar het middel moet wel goed zijn om het doel te kunnen bereiken. En waar ik nou op zoek was, er zijn partners die ons daarin kunnen ondersteunen en ontlasten. En daardoor ben ik terechtgekomen bij Daily, een gesprek gehad. En ja, dat vond ik gewoon een goed verhaal. En ik had er vertrouwen in dat zij snappen waar wij behoefte aan hadden. Dat prijs voor ons een belangrijk issue is, omdat wij een hele scherpe prijsstelling hebben in de wijkrestaurants. Dat wij moeten hebben van een volume. En daarin heeft hij goed meegedacht en dat gaf me gewoon een goed gevoel en de keuzes gemaakt om zaken te doen. We zijn ook in het prille stadium, dus de eerste fase is kennismaking met alle locaties. Dus even kijken van ja, waar hebben we behoefte aan, welke zaken bestellen we, ondersteuning en het uitleggen van het online bestellen. Kijken hoe we de lijsten gaan opbouwen. Ja, dat heeft hij goed opgepakt, zelf ook kennis gemaakt met alle bedrijfsleiders. Aan iedereen uitleg gegeven en ondersteuning geboden daar waar nodig. We hebben ook meteen uitleg gekregen over de voordelen om het online onze bestelling te plaatsen. Ja, er was eigenlijk vrij snel de keuze gemaakt dat we dat meteen gingen inzetten. En ja, dat werkt toch gewoon het prettigste, omdat dat gewoon flexibiliteit biedt. En gezien onze openingstijden en de locaties die we hebben, geeft dat ons gewoon de meeste voordelen. In principe heb je geen winkel nodig, hè. Je doet eigenlijk alles online. Dus ja, op afstand, de samenwerking tot nu toe is goed. Je merkt er niet zo heel veel van en ik denk dat dat juist goed is, dat je er niet te veel van merkt. Ook al zitten we in het pril stadium, als ik kijk de tijd die genomen is om uitleg te geven hoe Daily werkt, dan heb ik zoiets van ja, het is gewoon een goed verhaal. En de reden waarom ik ervoor gekozen heb om zaken te doen, is dat ik wel duidelijk het gevoel kreeg dat de klant centraal staat. En dat staat voor mij voorop. En als ze dat kunnen waarmaken, blijven waarmaken, ja, dan is het gewoon een goede partner.